Mark van der Boogert, allereerst de complimenten dat je hier toch bent komen zitten. Twee thuiswedstrijden, twee nederlagen. Met welk gevoel zit jij hier nu? Met een zure gevoel. En ik denk dat heeft iedereen. Dat merkt al na de wedstrijd in de kleedkamer. Logisch ook. Als je thuis 3 doelpunten maakt en je krijgt er 4 tegen, dan doen we met z'n allen ook iets niet goed. En ja, het is gewoon heel zuur dit. Zuur gevoel. Zeg je daarbij, de verdediging heeft het vandaag niet goed gedaan? Nee, helemaal. Nee, we doen het met z'n allen. Niet alleen de verdediging. We spelen met z'n elven. Met heel de selectie. En we hebben het allemaal niet goed gedaan vandaag. Jij speelde een prima wedstrijd. Vooral de eerste helft. Misschien lijkt dat zo omdat je dan iets meer werk verzet. Maar ik denk niet dat ik beter speel dan iemand anders. Helemaal niet. Nou, je viel natuurlijk wel op door je harde werken sowieso. En twee, ja, toch bijzonder. En goede goals. Ja, het enige wat ik dacht toen ik de bal kreeg was schieten. En de bal laag houden. En dat is gelukt. Ik denk dat die keeper ook niet helemaal vooruit ging bij de 2 goals, volgens mij. Als ik het zo zag. Maar ja, ze zitten erin. En, we hebben alleen niks aan, helaas. Op een gegeven moment toen stond er nog 2-2, werd er een vrij trap genomen. Werd die bal gewoon op jou gespeeld, want jij schiet wel, zag je dat? Ja, die had Benito, dat was iets te enthousiast, denk ik. Dat Benito die bal beter voor had kunnen geven. Maar ja, het is gewoon balen. Nogmaals, een heel zuur gevoel vandaag, iedereen. En het is gewoon zonde. Ja. Ja, de hele week leef je toe naar deze wedstrijd. Je weet, je moet de eerste 3 punten gaan pakken. Ja. Het gebeurt dan niet. Valt de groep dan in een gat? Of hoe gaat de groep dat verwerken? Of is dat nu te vroeg om dat te vragen? Nou, we vallen niet in één keer in een gat. Ik bedoel, we hebben veel kwaliteit in de ploeg. Alleen je hebt wel een keer een overwinning nodig. Dus dat is vandaag altijd een mooi moment geweest om 3 punten te pakken. En dan sta je allemaal veel positiever naar de wedstrijd. En helaas is dat niet gebeurd. Maar we vallen niet helemaal in een gat. Ik denk dat we maandag na het weekend, als we alles hebben laten bezinken, we elkaar nog een keer doornemen. En dan kunnen we maar één ding doen vooruit. Sneek volgende week. En daar kunnen we ons revancheren van vandaag. Voor jou persoonlijk, vorig jaar heb je 1 keer gescoord, nu 2 keer in een wedstrijd. Heb jij ooit wel eens 2 keer in een wedstrijd gescoord? Nee, dat vroeg net iemand, een keer voor mij de laatste keer in de jeugd. Maar ja, dat, ja, weet je, het had misschien leuk geweest als we hadden gewonnen. Had ik nog kunnen zeggen tegen iemand, vrienden, familie of weet je, doelpunten. Maar dit, nu is het, valt het weg, dat telt totaal niet. Vorig jaar was jij de beste speler, uitgeroepen door zowel de supporters als door de kennis. In de seizoensgids heb jij gezegd van dit jaar ga ik voor een teamprijs. Dat hou je nogal vast, hè? Nou ja, vorig jaar gingen we over een teamprijs en natuurlijk houden we dat vast. Ik denk dat we gewoon, wat ik net al zei, maandag bij elkaar moeten zitten en weer vooruit gaan. En dan het team, we hebben genoeg kwaliteit nogmaals en het komt vanzelf. Gaat goed komen. Blijf vertrouwen houden. Ja, dat sowieso. Tuurlijk, altijd positief. Ja.